Yo, allemaal welkom terug bij een nieuwe aflevering van Don't Starve. We hebben er vandaag een dikke, sterke man bij. Je hebt wel veel eten nodig, denk ik, of niet, Matthias? Ja, je begint toch niet met vol eten, zie ik nu. Leuk! Wauw. Hallo, ik denk dat we echt een probleem gaan hebben met eten. We gaan niet in een worm. We gaan niet in een worm gat, want... Het is meloen. Sanity gaat omlaag, volgens mij, van die wormgaten. Laten we een beetje splitten, jongens, voor shit verzamelen en niet allemaal naar hetzelfde boompje lopen. Ja, inderdaad. Toch doen we het. Ja, jullie doen het. Ah, bearbushes. Niet kwijt raken, dat is meer ja, een probleem. Matthias, jij moet vooral eten zoeken, denk ik. Jij moet je vooral focussen op eten. Ik heb wat flint gevonden, dus ik ga zo een ex maken. Oh, je zit wel lekker veel eten, moet ik zeggen, man. Ik kom zo via links. Oké. Okay. Ja, links loopt uiteindelijk dood. Oké. Okay. Er liggen hier namelijk wat Twix en bloemetjes, dus... Oké. Okay. Ga jij voor hout zorgen, want ik heb nog geen flint. Oh, wacht, ik heb één. Ik wil dit keer wel bij jullie blijven, dus... Ja, dat is misschien wel wat handiger. Dat ik nu weer fucked ben. Kom, Matthias, we gaan terug naar Timmo. Ik weet niet waar Tim is gebleven. Ja, we gaan wel terug naar de portal. Denk ik. Neem ik aan. Waarom zouden we dat doen? Dan weet je toch waar we zijn? Ja, maar... Oké. Okay. Ja. We hebben nog echt heel veel dag, laten we zeggen. Ja, maar... Ga gewoon shit verzamelen, eigenlijk. Dus je wilt ons zoeken als het nacht is? Nee, maar gewoon ga op tijd voor nacht naar de portal. En niet nu. Lijkt me dat jullie niet zo ver zijn nog, toch? Nee. Gewoon verzamelen bij de portal? Ja. Ik heb al hout. Wat flint. Bloemetjes, een carrot. Wat seeds. Ik heb 3 carrots. Nee! Een carrot. Het seed wordt opgegeten. Oh, hier een bij. Bijenkorven. Laat maar zitten, joh. Daar moet je eerst dingen voor hebben. Ik pak de tweede bear bush. Hups, oké. Oeh, flint. 2. Jij mag ook wat flint. Ik heb er al 3. Oh, oké. Okay. Wat is wat? Ik kom er eens kalkoen aan het borsten. Oh, jullie hebben een kalkoen? Bang, anders gaan ze... Ja, nee. Jongens, die kalkoen eet ook bessen. Ik heb een soort... Ja? Varkensoffer ding gevonden. Alweer zo'n op een, hoofd op een stokje. Ja, maar 4 om elkaar en in het midden zit een soort portalachtig ding. Maar is dat een respawn point, als ik me niet vergis? Dat is iemand me ooit te vertellen toen ik een singleplayer deed hiervan. Die kalkoen is groter dan ons. Weet je hoe groot dat is? Als je doodgaat, dus kun je daar naartoe. Okay. Ja, maar is maar eenmalig of zo. Oké. Waar je bent, hoor. Dat is mijn manier om het uit te vinden. PvP staat aan, Matthias, doe je ding. Ja, maar hij gaat voor mij alleen voor jou, denk ik. Hoezo alleen voor mij? Als je het geactiveerd hebt, denk ik. Of in ieder geval gevonden hebt. Oké. Okay. Ja, ze werken maar eenmalig. Ik weet er niet precies hoe die dingen werken. Ik heb die nog nooit gezien in de multiplayer, namelijk. Het ziet er kapot uit. Laten we het daarop houden. Ik ben kalkoen. Daar was een boomhakker. June, niet June. Wauw. Ja, sorry. I had to make a June joke. Zo mooi. We zijn halverwege de dag nu. Het is een stom beest. Hebben jullie hem al dood? Want ik zie het niet en alles wat ik hoor is... Oh, nee, kalkoen drumsticks viel in het water. Ah, ja, dat is altijd. Als ze serieus in het water? Ja. Ja, ik heb wel een drumstick nu. Oh, je hebt hem ook serieus dood, oké. Okay. Ja. In je eentje? Ja, ik dreef hem in een hoekje en toen kon ik hem wel slaan. Ja, ja. Hij heeft het in zijn eentje gedaan, dus dat verbaast me. Ja, oké, dan is Matthias toch nog een aanwinst. Want wij hadden 2 man nodig. Hij zat vast in een hoekje, dus ik kon nog wel slaan. Nice. Ja, zo deden wij het ook. Ik kom langzaam naar de portal terug, mensen. Oké, we gaan die kant ook wel op. Ik bouw een trap. Ik heb ook al wat stenen gezien met oors erin, geloof ik. Dus die kunnen we zo meteen ook even pakken de volgende dag. Oké, als we naar de portal gaan. Hey, Tune, slaas hem bij? Ja, nee, liever niet. Je kunt uiteindelijk bijen gaan vangen. Awesome. Oh, ja, Tune had mij heel veel bearbushes, man. Dat is lekker. Met
een bij. Hm? Als geest had hij een stuk of 10 boze rode bijen richting me gestuurd. Oh ja. Oké, ja. Jongen, ik loop langs zo'n gebied en één keer heb ik echt 20 van die dingen achter me aan. Ja, ja, inderdaad. En toen was ik dood, en ja. Wat is dit hier? Blue Mushroom. Oh, hey Tim. Hey. Terwijl de persoon waarmee ik speelde al 5 keer dood was, ik kon gewoon die spawn voor mij fixen, de buzzard. Mijn trap werkt nog niet, volgens mij. Kan ik die gewoon laten staan, denk je? Gaan vogels in dat ding zitten, vraag ik. Nee, maar. Ik denk jawel. Niet dat hier... Ja, ja! Wacht, niet doen, dude! Wacht, ja, wait for it. Dus die gaat gewoon wegvliegen, denk ik. Maar... Ik denk dat het echt alleen voor rabbits zijn, hoor. Nee, hier zijn... we hebben het ook voor birds gedaan, weet je nog? Dat is voor... Maar dan, toen hadden we een net, weet je nog? You dick! Toen hadden we toch nog zo'n net. Nee, dat was gewoon dezelfde trap. Ja? Oh. Ja. Oké, hey, jongens, go. We moeten een kampvuur gaan maken. Zullen we hem hier gewoon opzetten? Of bij mijn bomen? Ja, we kunnen nog verder lopen, hoor. Ik bedoel... No worries about that. Oké, laten we hem hier opzetten. Nu? Ja, het is bijna nacht. Nou ja, het kan nog wel eventjes hoor. Ik zet hem hier. Waarom loopt bijna zo raar? Kijk die voetjes. Je bent spastisch. Ik zet een kampvuur op, mensen. Is goed, joh. Oh, ik pak snel deze bear bush. Nou, eigenlijk heb ik nog genoeg tijd. Ik ga de drumstick koken. Nice. Hap. Nam. Oh, bij. Oeh, doei. Goeie. Oh, cocoon, kom. Pak hem. Nog één. Het is zo geluid. Ah, kom maar terug, joh. Het wordt nacht. Oké, ja. Wow. Ah, die pakt het volgende dag wel. Precies. Ik zet even de trap nog een keer. Kom op, hak hem. Yeah. Oké, ik ga wat berries koken. Nee, ik ga niet allemaal carrots aan Tim geven. Ga weg. Cool. Wow, maar hij kookt fucking langzaam. Jullie staan ervoor. Ik kan hem niet koken zo. Je kunt draaien het beeld, hè. Oké. Het irritante is, als ik kook, gaat het poppetje naar het vuur toe, maar dan klik ik soms een bear bush mogelijk op haarzelf. En dus eet ze een ongekookte bear op. Dat is vrij vervelend. Ja, dat heb ik ook soms. Sanity omlaag, voor een of andere reden. Nacht is gewoon. Ja, het is gewoon nacht. Wat? Ging die boom nou gegroeid? Oké. Die, tree! Teamwork! Carrots ook even. Popje lijkt er als langzaam op een andere manier. Wat? Popje lijkt er als langzamer te doen. He's fat though, dus niet zo raar. Nou, ja. Dat loopt raar. Oké, laat die trap gewoon liggen, mensen. Oh, wacht! Yep. Wow. Wat is dat ding? Waarom zitten er 2 vogels en werkt hij niet? Like... Ik denk gewoon... Hij werkte de vorige keer wel, dude. Ik denk echt dat het niet die trap is, maar ja, ik jawel, weet niet. Ik kan me ook vergissen, hoor. Het was die trap. Zullen we op zoek gaan? Oh nee, het was inderdaad een andere trap. Zeg ik toch? Ja, je hebt gelijk. Ja. Het was inderdaad zo'n klauw ding of zo. Zo'n vogelnet, zoals ik al zei. Ja, geen vogelnet. Nee? Nee, het was echt een soort... Zo'n berenklem ding. Gewoon klak was het opeens. Hmm. Oh, wat zelf? Gaat, we gaan niet, we gaan niet in, denk ik, hè? Waarom niet? Je sanity gaat er echt super hard omlaag. Zullen we steen gaan zoeken? Oké, ik ga erin. Let's go! Kijk even naar sanity. Hoe hoog die is. Die is niet omlaag gegaan. Nee? Nee. Oh, steen! En een goede steen hebben we hier. Dus ik ga even een pickaxe maken. Nee, wel. De mijne wel. 192 had ik eerst nu 182. Ik heb gewoon 180. Ik heb ook nog hetzelfde, dus. Ik weet niet, misschien... Oh, wegwezen! Nee, weg. Nee, alleen als je in de buurt komt, hoor, die pissig. En als je zijn eieren had. Oh, goud, kom. Nee. We kunnen een Scientology machine. Mensen was sneller dan ik, het is niet eerlijk. Doei. We kunnen hier trouwens best wel heel veel voedsel vandaan halen als we helemaal een beetje controle hebben over hoe die dingen kunnen ontlopen. Ja, als jij dat even uitlegt. Oh. Ja, wegwezen, weg. Jesus. Wegwezen gewoon. Don't die, please. Oh, hij zit nog achter jou. Wegwezen te... Nee. Ik ben er niet. Ik ben er niet eens. Hij is al gestopt. Maar als je er dichtbij bent, dan... Ja. Maar... Ik kan ook gewoon je kant oplopen, dus. Zo sterk zijn ze niet. Jawel, ze one-shotten je. Ja, ze hebben me al gehit. Ik heb nog steeds 150 HP. Ze hebben je dan niet gehit. Dan heb je niet gehit. Ze hebben me wel gehit. Ja? Echt? Ja? Heb jij gasarmor aan? Nee. Of heb je gewoon van die spierballen die moeilijk door... Ik denk dat het dat is in de... Ze one-shotten nooit. Mij wel.
Ja, nee, one-shotten niet. We hadden gewoon weinig health, maar alsnog zijn ze best wel sterk. Oké. Je moet gewoon slim doen. Eentje moet hem afluiden, de ander moet het ei pakken. Oké, dit is al een beter begin dan de vorige aflevering. Ja, veel beter. Ja, we hebben ook goede rots en stuff. Nice. Goud. Daar ging een pickaxe, verdomme. Ja, ik heb er al twee gemaakt. Waarom pakt niemand die stenen op? Sorry? Niemand pakt die steentjes op. Ik wel. Nee, dat ligt vergeet het altijd op te pakken, omdat ik dan zoiets heb van, oh, nog een steen! En dan ga ik meteen door. Ah. Ja. Die bijenkorf moet ik even niet aanraken. Zo. Die normale steen ga ik toch niet aanraken, dus. Ik ga even verder lopen. Veel flint. Dat is nice. Er zit daar konijnen naar boven. Ik hoop dat hij weer naar boven komt. Ik weet niet hoe dat werkt. Zitten we goed met eten? Ik heb niet zo gek veel, maar... Ja, ik ga deze weghalen, want dat konijn is naar beneden gegaan. Dus dat vind ik zonde. Nou, Matthias, waar ben jij? Ik ben hier. Ik heb hier nog wat gold. Oké. Zie je, nu is er wel dan. We hebben genoeg goud, denk ik, voor nu. Ik heb 8 goud, dus dan ik heb 6 goud. 12. We kunnen over de 10 science machines maken. Mooi. Waar is iedereen? Ik kom naar de rechterkant van dat gedeelte. Wat? Ik ben bij June. Oh ja. Ja, hier. Hallo! Hallo! I like trains! Nee. Wow. Maar ik zat nog maar 1 durability, leuk. Oké, waar gaan we... Gewoon ontdekken, I guess, nog. We hebben nog een halve dag is. Corbeien. Ik heb om eten. Nou, zoek eten, bitch. Ja, rustig. Oh, bijen. Ja, eten zou inderdaad geen ramp zijn op dit moment. Nou, dan moeten we... Nou, ik heb nog berries, dus... Op het moment niet, nee, maar... Op een long run is dat toch wel een probleem. Oké. Nou, dit is geen goed gebied inderdaad voor eten. Nee, dit is alleen maar rotsen en stuff. Ja, we hebben wel rotsen, dus het heeft geen voordeel. Ja, voor nu is het genoeg. Ja, we kunnen die eieren jatten van die lange... Zullen we het eens proberen? Moet je even uitleggen hoe wat plan is, oké? Iemand gaat die afleiden. Er moet gewoon eentje moet ze afleiden en dan moet de ander ondertussen alleen liggen eieren. Ja. Oh, wacht, met die... rustig. Oh, rustig. Kom, we gaan het pad hier volgen. Ja, ze moeten... Au. Je hebt er 2 achter je aan, wauw. Er liggen geen eieren, dus gewoon wegwijzen. Stop. Ik heb weer geëerd. Kom weg en... Wacht, je hebt nog geen hartje eraf? Oh, wauw. Ja, als het doet. Oh, wauw. Jesus Christ. Oké, okay, I'm out. Over. I'm out hier. Ah, nee, hier. Bye. Pak die shit. Dus... Ik heb het al. Ja, dat is niet echt veel shit. Het is kutstone, dus het is iets. Opeens moet dat ding mij hebben, what the fuck? Ja, het is zo'n... Ze hebben geen eieren, dat komt in de ochtend. Dus laten we hier kamp opzetten en morgen daar eten vandaan halen dan. Komt dat echt in de ochtend? Ja. Oh. Zullen we gewoon hier ook meteen de hele base doen of willen we gewoon alleen tijdelijk? Tijdelijk. Ik denk niet echt dat er een goede plaats is voor een base. Leg er een carrot in. Ja. Hoezo niet? Nou, we hebben geen eten planten hier om hier te farmen ook. Je kunt wat direct een farm maken. Het is niet echt een goede plek, denk ik. Ik ga het pad hier even volgen. Murder. There we go. I killed the bunny! Wee! Not feeling so good. Wow! Wat is er met jou gebeurd? Wat is er met de storm gebeurd? Oh ja, als je lager eten krijgt, dan wordt hij... Slapper. Dunner. Wauw! Ja, dat is een midpunt dus. Daarom kies ik die nooit. Ik weet gewoon dat ik altijd honger ga krijgen. Koek? Ik eet deze zelf als je het niet erg vindt. Matthias, je bent zo... Oh. En hij is weer sterk. Oké. Okay. Fuck jou, June. Cool eten weer, mooi. We hebben meer van die bear bushes nodig. Maar ja. Op de helft, man. Het wordt nu nacht, dus... Ja, oké. Okay. Misschien nog... We kunnen niks meer pakken, of wel? Niet echt. Oh, bear bushes. Oh, ik heb net een heleboel niet gekookte seeds opgegeten, helaas. Die seeds, is dat wel goed voedsel als je die kookt? Ja, decent. Oké. Okay. Het is wat tenminste, ik had niks anders. Ik heb seeds. Oké.
Fuck you, John! heb je eten nodig, Matthias? Nou ja, ik zit op 126 momenteel, maar dat is niet eens de helft van wat ik hoort te hebben. Ja, dan heb je echt superveel voedsel, moet ik zeggen. Ik zit op 90 en dat is meer of de helft. Ik kan een backpack maken. Was het zo slim om dat te maken? Ja, dat maakt nu toch niet erg veel uit. We hebben toch genoeg goud. Ja, we moeten gewoon wat shit gaan maken. Hey, wall, heb ik niet nodig. Cutstone, boards, rope. Ik ga het wel eventjes verbranden. Pinecone. Oké. Zo. Niet te veel, hè, want... Ja, ja, rustig. Het is toch maar een klein beetje. Hier, ik ben gewoon spul aan het maken wat we kunnen verbranden. Oh, dat Trapped ging fout. No, au. Dude! Jesus! Jij met vuur gaat niet goed samen. Ik heb... Dat was niet eens mijn schuld. Dat turf vloog gewoon in de fik, oké? Ja. Ja. Wow. We kunnen iets handigs maken of zo. Wat zijn dit? Sturf. Ik kan een shovel maken. Een turf brandgoed. Hoe de... Matthias weet zoveel meer dan ons. Wat doe je nou? Wat? Oké, goed dat we Matthias hebben. Wat doe je eigenlijk? Gewoon is dat een pitchfork? Heb je die? Ja. Ik heb een razor gemaakt, people. Een wat is? Een razor, als ik mijn baard krijg. Okay, zullen we kijken of de dingen eieren hebben? Oh, dat. Ja, laten we naar boven gaan voor de eieren. Ik heb geen ruimte meer, though, dus ik moet even wat droppen. Ik heb... Of opeten. Nee, wacht. Ik zet een trap bij de rabbit. Deze is leeg. Oh ja, we kunnen nog die lange vogels bezoeken. Ja, dat was dus een plan. Ja, was ik al bijna vergeten, joh. In ieder geval, zullen we dat dan maar in de volgende aflevering doen? Is het volgende aflevering? Nee, toch? Dit is pas dag 3. Dit is pas dag 3, dus we hebben nog een hele dag. Dit is pas dag 3. Het goede nieuws is, er zijn geen eieren. That sucks. En ik ben weer zwak. Oh, weg. Come on! Oké, okay, get out. Get out of here. God dang it, die gaat achter ons bezig. Nee, niet voor lang. Oh, phew. Oké. Je bent echt zo'n zwak mannetje, hè, Matthias? We moeten echt de farm gaan opzetten, inderdaad. Ja. Voor nu hebben we nog genoeg eten, hè, maar... Ik heb een shovel, dus... Ik ga even wat... Science machine heb ik niet nodig. Dus deze neerzetten voor dat soort grass suit, die ga ik maar vastmaken. Oh, we kunnen farms maken ook hier, maar. Ja, klopt, je kunt een farm maken. Man. Ja, blijkbaar. Icebox, ja, dat is pas als het winter kunnen wordt. Kunnen we een chest neerproppen ergens? Want ik heb echt veel bullshit bij me. Hey, kunnen we geen backpack maken? Kon wel, maar ik weet niet meer wat het was. Cut stone, als iemand het wil. Sure. Hoe maak je een backpack? Even kijken. Ik zie echt niks. Oeh, rabbit. There we go. Ik heb nightmare fuel nodig om iets te maken. Ja, dat is... ik geloof met evil flowers kunnen maken, maar ik weet niet meer precies waar. We moeten maar misschien eventjes verder met eten pakken. Ja, ik heb weer een konijntje. Ah, mooi. Ik zat de hele tijd te kutten met die science machine, wat niet echt slim is. Zullen we iets die bear bushes shuffelen, zodat we wat... Een beetje erbij kunnen zetten. Ja, dat zou ik doen. Ik ben bezig met shuffelen. Als jij berry bushes hebt, dan moet je het zeggen. Oké, ja, ik heb ook een shuffle dus. Oh, oké, cool. Wat is dit hier? Kom eens hier. Ik kom mee toe. Dit is een rare wolk. Seed. Can't carry any more stuff. Kun je deze overnemen? Kun je dat oppakken? Even dit op, Peter. Hé, hey, we hebben weer een graf. Ja. Nou, graag. Sanity is zwaar omlaag, maar ik heb een red gem. Cool. Geen idee wat je daaraan hebt. Dit is een beetje... Ja, we hebben een grafveld gevonden. Met een raar luchtje. Ja. Yeah. Smells like dead people. Oh, hier, bear bushes. Ik neem die. Hé, hey, ik heb de piggies gevonden, jongens. Kunnen we hier niet een kamp opzetten? Dat is toch iets goeds? Oh, ja, ja. En een soort koning. Koning? Ja, super dik en hij heeft torens die groeien. What the fuck zeg je? Holy jeez! Die is dik! Ja! I found a fat one! Wat doet die allemaal? Hij is zo van, yeah, ben dik.
Nou en? Wat is dit al? Oh kijk, kijk die pigments hier, kijk! Oh, we hebben spinnen, dus pigments... Nee, kijk, ze maakt hem, Oké, okay, pak hem op. Oh, ik kan het niet dragen. Oh nee, kijk Tim, hier, naast mij. Oh shit, gigantische... Wat is dit nou? Matthias, kom hierheen. Je mist veel shit, dude. Ik weet niet waar hier is. Naar beneden. Naar beneden? Je ziet, als je op de map klikt, zie je zo'n lange... Holy shit, er zijn niet veel varkens. Hier zetten we kamp op. Yep. Hier zetten we kamp op. Waar is naar beneden? Het is... M, en dan zie je zo'n dingetje naar links die we... Ja, ik weet de map, maar ik weet niet... Ja, maar je hebt je map ondertussen ook al gedraaid, dus dat helpt niet meer om de kant op te wijzen. Oh ja. Het is... Als je onze poort... Oh ja, nee, ik kan ook niet links zeggen. Nee, je ziet op M en dan zie je zeg maar ergens... Heb je het grafveld al gevonden? Nee. Je ziet een varkentje ergens. Ben je bij de vogels geweest? Die eieren? Dan moet je dat... Holy, weet je hoeveel? Ja, ik heb ruimte nodig. Ik ga je opzoeken, Matthias, is dat goed? Blijf jij hier dan, Tim? Ja, ik blijf hier. Ik weet de weg wel. Oh, er liggen nu ook eieren. Nice. Oh, wow. Ja, ik zag maar het ook op de map. Naar beneden. Want kom maar naar beneden eerst. Dat doen we volgende aflevering wel. Ja. Ik heb misschien een van de moedervogels boos gemaakt. Oh, kom Matthias, ik ben geloof ik op het pad. Ik heb een ei. Nice. Okay. Ik heb honger namelijk. Het tweede gaat lastig worden, want nu heb ik twee vogels achter me aan. Oh jeez. Ik denk dat ik in de buurt ben, Matthias. Oké, okay, het tweede gaat wel lukken. Ik heb twee eieren. Mooi. Nice. Nu wordt het lastig, nu heb ik drie vogels namelijk. Okay, Matthias, kom gewoon weg en... Oh, hier Matthias, kom maar naar mij, hier, zie je mij? Ik zie je niet, oh, daar hier. Ben je, hi. Jesus, gewoon weglopen. Heb je honger? Ja. Hoeveel? 47. Lopen, wat doe je? Je kan gewoon... Ik op mijn inventory per ongeluk. Er zijn hier super veel varkens. Lopen, dodgen, gewoon links, rechts. Hey, als zij gaan hitten, dan gaan ze stilstaan, dus je bent altijd sneller als je gewoon rechtdoor loopt. Oké, okay, gewoon weg naar mij toe. Deze kant. Oh, dark paddles. Nee, die heb ik niet nodig. Die varkens zou even lief zijn en ons helpen. Ja, dat doen ze ook. Ze beschermen ons zowat. Ja, ze beschermen ons shit. Maak een torch even. Ik heb een fire pit gemaakt hier. Ik maak wel een torch. Maar dat zeg ik. Ik ga niet stilstaan als je het niet erg vindt. Goed. Hier, deze kant. Jesus, kom echt hard achter ons aan, man. Oh, verkeerde kant. Verkeerde kant, deze kant, iets meer naar links. Home time! Alle piggies gaan nu in bed, jongens, dus jullie moeten komen. Hier, ik heb. Hier, Matthias, kom hierheen. Naast mij. Ik loop al bij je. Oké, goed, mooi. Ik kan sowieso voor jullie shit fixen, namelijk. Okay, als goed. Het fout gaat. Tim is op de sterven van de honger. Hierboven, ja, mooi. Tim! Heyo. Wow, what the fuck? Verrassing. Wat de hel, jongens? Waarom volgt hij je nog? Au. Kom naar het varkentje, hier. Matthias, kom naar het... Oh nee, ze zit in het huisje. Ja, ze zit in het huisje. Dus gewoon rondrennen dan, jongens. Toch tot de ja, avond voorbij is. Ja, ik heb mijn torch hier. Nee, maar ik heb bijna geen helft meer, bijna geen eten meer. Iemand sla dat ding. Oké, okay, ik ga het proberen. Dank je. Ja, nee, hij gaat achter je aan nog. Nee, ja, hij komt achter mij aan nu. Nee, Matthias... Nee. Gewoon wegwezen. Blijf hem slaan. We kunnen ons dus zo aan. Oké, de piggies komen nu, jongens. Mooi, wacht. Pak hem! Oh, hij rent gewoon naar zijn huis. Oké. Jesus Christ. Maar sowieso gaan we hier onze base opzetten. Maar voordat we dat doen, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te commenten. En dan zien we jullie in de volgende. Don't starve. Bye. Together. Bye.